welkom. Dit is de toekomst en we maken ons op voor het jaarlijkse hoogtepunt. Voor de aanstormende talenten van Ajax. Dit is echt een van die weekenden die de toptalenten van de Amsterdammers met een uitroepteken in de agenda hebben staan aan het begin van het seizoen. De ABN AMRO Future Cup. Sinds 2010 is dit toernooi vaste prik voor de onder-17 selectie. En Ajax gaat dit toernooi beginnen als titelverdediger tegen Sydney FC. Goed snel afgelegd door Hansen. Dus de vrije trap van de wedstrijd is voor Ajax. Een overtreding op Taylor. Kenneth Taylor. Vrije trap gaat genomen worden door Vinicio Sint. Veel inlopende mensen. Bal richting tweede paal. Dat is uitstekend. En daar was de eerste grote kans voor Hoever. Maar die krijgt de bal van een meter afstand niet in. Een ingestudeerde vrije trap. Was duidelijk over nagedacht. Alles klopte. Alleen de afronding. Daar ging hij mis. Robbie. Douglas. Ja, met wat fortuin en goed afgelegd. Nou, daar is de 1-0 prachtig uitgespeeld. Taylor het eindstation. En Ajax binnen 10 minuten op een 1-0 voorsprong. Kenneth Taylor. Nederlands Jeugd International. Die al regelmatig met onder 19 meedoet. Die is hier de doelpunt te maken. De eerste goal van Ajax. Deze editie van de ABN AMRO Future Cup. Het begint met het goede mee opkomen van Douglas. Het wegdraaien met wat geluk van Hansen. En dan is het uiteindelijk prachtig uitgespeeld natuurlijk. Jurien Timber. Het zakken is van Lian Sada. Hansen. Ruimte ligt aan de zijkant. Goed overstapje. Dat scheelt maar heel weinig. Quinten Timber zocht de verre kruising. Maar wint hem net niet. Lian Sada. Robbie. Weer die komt erin. Robbie goed gedraaid. En dan is het best al raak. En ook nu. Ja, het is een topspits. Hij kan de tegenstander zo goed weghouden van de bal. Dat grote lichaam zorgt ervoor dat hij de bal knap afschermt. Ondanks de straffe dekking. En dan met één goede aanname draait hij weg. En Brian Brobbey heeft zijn eerste doelpunt van dit toernooi te pakken. Vooraf de hoop uitgesproken dat hij er 7 gaat maken. Deze editie van de ABN AMRO Future Cup. Dat moeten we nog maar afwachten. Maar nummer 1 ligt erin. Hoever. Kom naar buiten op Sint. Veel tijd en ruimte. Dan moet die voorzet goed zijn. Brobbey. Dicht bij zijn tweede en Ajax er. Prima aanval van Ajax. Uit het boekje. Aanval over de zijkant. Het zoeken naar spits Brobbey. Doelman twijfelt en nog steeds niet de derde voor Ajax. Maar dit zijn toch wel de kansen die ze moeten gaan benutten. Oudouvar met niet eens de allerbeste voorzet, maar hij komt heerlijk terecht. En uiteindelijk is dit toch een kans die Hansen had moeten maken. Het is goed gevoetbald, Hansen. En geen makkelijke bal voor Oudouvar. Klein fysiek ongemak bij commentator en collega Robert Rijmering. Daarom de laatste 10 minuten maak ik even vol. Dan vindt scheidsrechter Bos het genoeg geweest. Ajax onder 17 begint de ABN AMRO Future Cup met een degelijke 2-0 overwinning. Dit is de maker van de 2-0, Brian Brobbey. En hij volgde het goede voorbeeld van Kenneth Taylor.
zo wint Ajax met 2-0. Later vanmiddag de tweede wedstrijd van Ajax tegen Sporting Club de Portugal.